na die interlandperiode is iedereen weer terug in Eindhoven. En is het interessant om te horen van de trainer hoe hij zijn selectie heeft teruggekregen. Nou, heel goed eigenlijk. Buiten Kuti, die een breukje in zijn hand heeft. Maar voor de rest, veel jongens zijn natuurlijk. Die hebben lange reizen gehad, maar ze zijn allemaal goed teruggekomen. En gisteren was eigenlijk iedereen aanwezig buiten Kuti. Die is gisteravond teruggekomen en het ziet er allemaal goed uit. Ja, die had een breukje in zijn hand. Enig zicht op wanneer weer beschikbaar? Nee, dat moeten we even afwachten. Hij heeft nu een manchette aangemeten gekregen. En vandaag heeft hij niet volledig meegetraind. Dus we moeten morgen even kijken en anders is het voor komende donderdag. René van der Kerkhoff speelde daar in 1978 complete WK's mee. Ja, kijk, zo kan het ook. Hè. En daar waren ze iets zwaarder dan op dit moment, denk ik. Yannick van Os stond vandaag samen met fysiotherapeut Rob Ouderland wel weer op het veld. Hij herstelt nog steeds van een knieblessure. Samen met de andere langdurig geblesseerden Sam Lammers en Gaston Pereiro is hij er uiteraard niet bij tegen Vitesse. In de interlandperiode heeft PSV de tijd wel nuttig besteed. We hebben vorige week een oefenwedstrijd gespeeld tegen Keulen. Voor de jongens die niet veel minuten in de benen hadden. Daarna een aantal dagen rust gehad. Goed getraind weer in het begin van de week. Een aantal jongens aangesloten. Al op dinsdag, woensdag en donderdag kwamen een aantal jongens binnen. Dus ja, dat ziet er allemaal goed uit. Ik pik er eentje uit. Malen. Hoe heb je naar hem gekeken? Malen, ja, is natuurlijk fantastisch. Als je bij Nederland zelf er komt, heeft hij zelf verdiend. Je valt in en je scoort in je eerste wedstrijd in Duitsland. Je wint de wedstrijd. Ja, dat is een heel fijn gevoel. Je hoeft hem niet terug naar beneden te halen, van de wolk af. Nee, maar dat soort jongens hebben wij ook niet in ons elftal, in ons team. Het zijn allemaal nuchtere jongens. En als ze al gaan zweven, dan doen de jongens dat onderling zelf. Hoef ik niet veel te doen. Kortom, een volwassen en zelfcorrigerende groep. Het vizier gaat nu op de eerstvolgende competitiewedstrijd thuis tegen koploper Vitesse. Nee, kijk, ze doen het goed. Ze hebben 5 wedstrijden gespeeld, 11 punten. Staan inderdaad bovenaan. Weliswaar een wedstrijd meer. Maar ja, ook herkenbaar voetbal. Armando speelt er, die we vorig jaar hier hadden. Dus het wordt niet makkelijk. Nee, dat zeg je wel eens vaker. Maar wordt het niet makkelijk omdat het gewoon een hele goede ploeg is? Ja, het is gewoon een goede ploeg. Een lastige ploeg die gewoon bovenin mee kan spelen. En dat laten ze ook zien. Spelen zij atypisch, anders dan we in Nederland misschien wel gewend zijn? Nou, ze spelen 4-4-2. Kijk, niet iedereen speelt 4-4-2. Maar dat is ook niks nieuws. Dat hebben we al vaker tegengespeeld. Hè. Van Bommel en zijn staf weten dus precies waar ze het team op moeten voorbereiden in het duel met Vitesse. Die wedstrijd is de eerste in een serie van 4 thuisduels op rij. Na Vitesse volgt Sporting Lissabon in de Europa League, dan Ajax, dan FC Groningen. Ja, het gaat door tot aan het begin van de volgende interlandperiode. Om de 3-4 dagen speel je. Dat is mooi, inderdaad 4 thuiswedstrijden. Ja, dan kunnen we samen met het publiek weer een mooie doorstart maken. En die periode eindigt dan op zondagavond 6 oktober met een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. Zover is het nog lang niet. Eerst morgenavond 8:45 in het Philipsstadion thuis tegen Vitesse.